topklasse is zeker veel leuker dan de tweede klasse. Het is veel meer voetballend en zo had ik het eigenlijk nog nooit gezien. Ja, alleen op televisie natuurlijk. Maar in de tweede klasse was het toch een beetje meer het pingpongen en het lomp zijn. En nu is het in de topklasse echt wel voetballen. Lekker tiki-taki. En ik vind dat veel leuker. Voetballen is zeker het allerleukste in mijn leven. En ook hetgene wat ik het langste wil blijven doen. Of ik de beste voetballer ben van mijn familie, gezin, dan denk ik dat ik wel een stapje voor heb qua inzicht en zo. Maar mijn broertje komt wel in de buurt. En papa is altijd echt wel een goede voetballer geweest. Maar ja, als je oud bent, dan werkt het allemaal niet meer zo. Nee, ik vind voetbal kijken helemaal niet zo leuk, als ik eerlijk moet zijn. Ik ben altijd liever zelf aan het voetballen. En als ik dan voetbal aan het kijken ben, dan denk ik, ah, ik wil ook. En als ik aan het voetballen ben, dan doe ik mijn ding. En kijken vind ik lui. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik ben echt fan van Ajax. Maar van dit Ajax is het wat... is mijn fanschap op een wat lager pitje gezet. Want ik vind het geen leuk team meer. En als ze verliezen, ja, zonde, jammer. Maar het is gewoon zonde van het team. Dat vind ik erg jammer. Ik vind het minder leuk om naar te kijken. Ik kom inderdaad van VVG. En het is zo dat de trainer van het eerste natuurlijk ook de trainer van het vrouwen Ajax is. En tuurlijk mag hij mij altijd bellen om daar te komen voetballen. Maar ik denk dat dat telefoontje nog lang, dat ik daar lang op kan wachten. Altijd na de training of als we een oefening hebben gedaan, dan vraag ik wel eens dingen. Maar ik vraag ze echt niet de oren van het hoofd af. Want ik leer vooral veel door te kijken. En als ik dan kijk, dan zie ik gewoon wat ze doen en hoe ze dat doen. En daar leer ik het meest van. Ja, ik kijk zelf natuurlijk ook echt wel op tegen al mijn ploeggenootjes zelf. Ze zijn allemaal zo sterk en goed en balbehendig dat ik altijd tijdens de training, wauw, wat ben ik trots dat ik hier tussen mag voetballen. En als ik dan kijk naar Sylvia en Marianne, dan zie je echt wel een verschil. En ik let er gewoon op wat ze doen en hoe ze het doen en of ik ervan kan leren. En dat lukt af en toe. Ik ben altijd wel gezellig in de kantine, maar hier bij DTS is dat nog, hebben we dat nog niet echt gehad. We hebben een paar keer een avondje gehad samen en dat was altijd natuurlijk wel leuk. Maar ook even, ik ben natuurlijk net nieuw, dus ik doe nog een beetje kijken hoe en wat. Maar bij VVG was ik altijd wel lekker dansend aanwezig en deed ik altijd lekker gek, ja. Zaterdag gaan wij zeker een kunstje doen tegen Seestum. Ja, dat moet ook wel, want we hebben nu 2 keer achter elkaar verloren en echt niet 3 keer scheepsrecht. Of 3 keer op een rij.